Heel goedemiddag en welkom bij deze Facebook Live van notaris.be. Valentijn ligt in het verschiet en daarom gaan we het komende uur hebben over trouwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. Want ja, veel koppels kiezen er deze dagen voor om niet te trouwen, want er zijn die andere samenlevingsvormen. Het wettelijk samenwonen en het feitelijk samenwonen, dat is dan zonder dat je daarvoor een verklaring aflegt bij de gemeente. Maar wat zijn de verschillen tussen die verschillende samenlevingsvormen? Heeft trouwen eigenlijk nog zin vandaag? En heel belangrijk, hoe bescherm je jezelf en je gezin? Het zijn allemaal vragen die we kunnen mogen stellen aan notaris Goedelen van de Kerkhoven, die hier bij mij staat. Goedemiddag, welkom. Ik geef nog even mee, we hebben al veel vragen gekregen van jullie en we gaan die proberen om allemaal te beantwoorden. Maar laat zeker niet na om nog bijkomende vragen in te sturen. In de mate van het mogelijke pikken we ze op en spelen we ze door. Ja, mevrouw de notaris, laten we eens beginnen en meteen van wal steken. Wat is nu het verschil tussen trouwen, wettelijk samenwonen, feitelijk samenwonen? Er is natuurlijk een heel breed verschil tussen die verschillende samenlevingsvormen. Maar niemand hoeft zich in een bepaald systeem of instituut geduwd te voelen. Voor elk samenlevingsvorm is er altijd een oplossing te vinden. Alleen zullen we er ons naar moeten richten en organiseren. Dus de wet, het huwelijk, vangt heel veel op. Hè. Dus als je daar niks geregeld hebt voor een overlijden, zal er automatisch een erfrecht bijvoorbeeld voorzien zijn. En dat ga je bij de samenwoners niet hebben. De feitelijke samenwoners zullen echt een testament moeten maken. Die gaan we toch graag naar de notaris sturen voor een gesprekje, om eens te kijken wat er kan geregeld worden. Maar ik denk dat dat doorheen het gesprek wel duidelijk zal worden, dat eigenlijk heel veel mogelijkheden in het verschiet liggen. Ja, en u zei het net, bij een huwelijk is er al veel geregeld. Ja. Mensen die willen trouwen, moeten die dan nog naar de notaris gaan om extra dingen te regelen of is het allemaal in orde zo? Het kan. Je doet waar je het best bij voelt. Een huwelijkscontract kan aan de orde zijn om te bekijken, willen we gemeenschappelijk alles samen opbouwen? Wat we verdienen is samen. Of willen we dat liever gescheiden houden? Daar kunnen ook redenen voor zijn om dat transparant en gescheiden te houden. Bijvoorbeeld omdat je... Dus als je niets regelt, is het samen, hè? Voor alle duidelijkheid. Ja, inderdaad. Ja. En dat kan voor de meeste mensen een fantastisch systeem zijn, omdat je samen aan de weg begint, hè? Maar voor anderen die bijvoorbeeld kinderen hebben uit een vorige relatie, voelt dat eigenlijk comfortabeler aan om naar de kinderen uit de vorige relatie een duidelijk gescheiden vermogen aan te maken. Of er kunnen nog redenen zijn, bijvoorbeeld iemand met professionele, een gevaarlijk beroep zoals wij noemen, potentiële schuldeisers, dan ga je liever het vermogen van je partner gaan afschermen. Dat kan ook een reden zijn. Het kan ook andersom zijn. Hè. Dus vanaf het huwelijk, het wettelijke systeem, voorziet dat alles gemeenschappelijk zal opgebouwd worden vanaf de trouwdatum. Maar je kan dat ook nog gaan uitbouwen en zeggen, kijk, ik had een huis bijvoorbeeld van voor mijn huwelijk. Ik vind dat ook leuk om dat in die gemeenschappelijke pot te gaan inbrengen. Dan kan mijn partner daar ook mee van genieten. Die mag zich mee eigenaar worden. En we kunnen er zelfs bepaalde beschermingen op enten, dat je ook volledig eigenaar kan worden als ik wegval. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. Dus een huwelijkscontract kan ook zeker zijn nut hebben. Ja, dus zeker toch eens langs de notaris gaan om eens te horen. Altijd, want we doen dat echt met plezier. En ik denk dat dat ook altijd de eerste vraag is die ik stel aan mensen als ik een koppel bij mij heb. Doe uw verhaal eerst en waar lig je 's nachts wakker van? En je zal ook merken dat dat een groeiproces is. Hè. In de ene fase van je leven voelt het beter zo aan en dan komen er kinderen of dan is er een huis of dan wordt er geswitcht van beroep. Er kan altijd een reden zijn voor een aanpassing. Dus dat moet ook bijna een reflex gaan worden bij de mensen om elke keer als er een scharnierpunt is in het leven, van nog eens een check-up te doen van is het nog geregeld zoals wij het eigenlijk willen hebben. Het zijn soms wel niet zo makkelijke dingen om over te praten, maar het is toch nodig. Ja. Nu, corona, dat heeft een grote impact op alles en iedereen. Absoluut. Ook op de trouwers, want ze kunnen geen feest doen. Dus ze stellen het uit, heel begrijpelijk. Merkt u dat ook op kantoor? We zien dat effectief en dat is eigenlijk wel jammer. Dus het notariaat is erkend als essentieel beroep. We mogen dus effectief verder doen. En we merken ook, we hebben het heel druk gehad het afgelopen jaar. Het leven van de mensen gaat echt wel door. Alleen de trouwers hebben niet meer gezien.
zien. En dat is zonde, hè, want het is meer dan de romantiek, meer dan het witte kleedje. Ja, je vergeet dat er nog een bescherming aan is. En oké, als je die tussentijd dan opvult met een testament of een andere bescherming, dan is dat oké, maar het risico bestaat dat dat vergeten wordt. En dan zou het wel jammer zijn. Mm-hmm. En nog een vraag die we binnenkregen, dat er koppels zijn die bijvoorbeeld al kinderen hebben uit een vorige relatie, maar die samen willen investeren. Wat raad je hen aan? Ja, we zien dat ook meer en meer, hè, want de huizenprijzen zijn gigantisch aan het worden, zelfs een gevolg van corona. Iedereen wil van zijn kot af en het inruilen voor iets anders, maar wil het een haalbare kaart worden, ja, dan ga je al bijna met twee aankopen. En dan is het ook best van daar afspraken in te maken, vooral als je financiële insteek anders ligt. Maar ik vind het een fair idee om te zeggen, kijk, laat ons allebei evenwaardig eigenaar worden, 50-50. En als er dan effectief een financieel verschil is, laat ons dat vastleggen op alternatieve manier. Leningscontracten tussen elkaar enzovoort. En dan komt het er zeker op aan van die contracten, die afspraken die je op papier hebt gemaakt, van die in twee exemplaren te hebben. Ja. Ieder het zijn. Zeker bewaren op een plek waar de ander niet bij kan. Want Annelies, waarvoor dient een contract? Om in de kast te leggen. Wanneer komt het eruit? Of zou het er moeten uitkomen bij problemen? En als het dan niet vindbaar is, dat is een drama. Ja. In het beste geval hebben we dat niet nodig. Hè. Moet dat nooit uit de kast komen? In het beste geval niet. Maar je kan toch beter op veilig spelen. En dan zou ik eigenlijk al ineens willen het Easy Me-systeem promoten. Ja. Dat is een digitale kluis. Die wordt aangeboden door het notariaat, is gratis en je kan heel wat documenten daarin opladen. Het heeft een hele grote capaciteit, 1 gigabyte denk ik. Er zit ook een klassement in. Dus bijvoorbeeld afspraken rond het huis kunnen daar zeker in ondergebracht worden. Dus niet alleen over het huis zelf, maar juist die financiële onderliggende afspraken, facturen, betalingen enzovoort. Laat het mee op. Het vervangt uiteraard niet het origineel als het daar digitaal bewaard is. Maar ja, ik zou zeggen, maak voor jezelf een geheugensteuntje waar het origineel dan te vinden is. Nuttig. Easy Me, dat is al een goede tip. Ja. Er zijn natuurlijk ook situaties waarin een van de partners al een huis had voor het huwelijk. Wat gebeurt er dan? Klopt, ik denk dat ik het er juist ook al even heb aangehaald met dat huwelijkscontract. Mm-hmm. Dat kan een reden zijn om te zeggen, ja kijk, laat ons dat nu gezamenlijk maken. Dat is fiscaal neutraal door dat in te brengen in die gemeenschappelijke pot. Daar betaal je dus geen registratierechten op. Dan ben je met twee eigenaar en als je daar dan samen aan betaalt, renovaties, wat dan ook, dan is het ook eerlijk met z'n tweeën gedaan. En straffer nog, je kan er een bescherming aan koppelen, hè, als je met twee eigenaar bent. En een van de twee valt weg, kan je het zo voorzien en organiseren dat de langstlevende volledig eigenaar wordt van die woning. En dat is zelfs zonder successierechten te betalen. De gezinswoning is vrijgesteld van successierechten. Ja. Maar ook weer niet voor iedereen, hè. Dus daar hoort ook nog een woordje uitleg bij. Voor gehuwden sowieso. Ja. Wettelijk samenwonenden vanaf dag 1. Voor feitelijke samenwoners ligt het anders. Mm-hmm. Dus dat is misschien daar straks ook gezegd. Feitelijke samenwoners moeten bijna alles organiseren. Maar het kan ook wel. Dus die hebben werkelijk een testament nodig om te kunnen erven, dat is al punt 1. 2, wat zullen de tarieven zijn? Wel, vanaf 1 jaar feitelijk samenwonen geniet je al van dezelfde tarieven als gehuwde. Dus dat gaat eigenlijk al heel vlot. En vanaf 3 jaar feitelijke samenwonst is de gezinswoning ook vrijgesteld. Dus dat is, daar hoef je het niet voor te laten. Dus koppels die pas veel later willen trouwen en nu toch al eerst samen een woning willen kopen, dat is op zich veilig dan? Of moeten ze nog dat iets kan extra regelen? Maar ze moeten het regelen, uiteraard niet vergeten. Mm-hmm. Maar het kan, zonder dat je daar ook fiscaal voor afgestraft wordt. Want veel mensen hebben ook eerst een tijdje samengewoond zonder er eigenaar van te zijn. Dus als huurder, ja, dat telt mee, hè. Je kan aantonen, wij zijn samenwoners. Dus, Nog een vraag die we binnenkregen. Mijn partner heeft een woning. Het is niet gespecificeerd of het echtgenoot is of niet. Ja. Maar we willen nu samen verbouwen. Zijn er zaken waarop ik moet letten? Ja.
inderdaad, terug mijn verhaal van Easy Me. Dus afspraken maken is heel belangrijk. En wat dat kan soms heel wrang aanvoelen achteraf bij een relatiebreuk, als het dan tot een verdeling moet komen, dat dan de partner die mee geïnvesteerd heeft, in de kou blijft staan. Mm-hmm. Vandaar. Dat kan best... ook eventueel in een samenlevingsovereenkomst aan bod komen. Hè. Je hoeft daarom niet te gaan huwen om die woning gemeenschappelijk te krijgen. Het mag ook een eigen woning blijven van die partner. Maar dan moet er een leningscontract afgesproken worden. Want is het beter dat als je partner de lening toch meebetaalt? Want vaak in de praktijk betalen partners samen een lening af. Klopt, ja. Je kan het zien, hè. Is dat, als je gaat samenwonen, is dat ook logisch dat je de gezinslasten gaat verdelen. Het is logisch dat de ene misschien de hypotheek afbetaalt, maar de ander die gaat zijn bijdrage leveren door het supermarktkarretje te vullen. Dus dat weegt toch tegen elkaar op. Ja. Dus ook daar is het kwestie van hoe het aanvoelt van het zo op papier te zetten. Heb je ook iets als een testament? Komt dat soms voor bij klassieke gezinnen? Heeft dat enig nut? Ja, toch wel. Natuurlijk bij klassieke gezinnen ook weer... De wet heeft daar eigenlijk alles voorzien. Het is maar als je wil gaan afwijken van die wet, en dat kan, dat je dan best een testament maakt. Je kan ook regelingen treffen via het huwelijkscontract, als het erop aankomt om die partner te gaan bevoordelen. Mm-hmm. Maar als het gaat om een kind bijvoorbeeld een extra duwtje in de rug te geven, of een buitenstaander, die kan je dan betrekken in het testament. En tegenwoordig kan je zelfs heel ruim gaan verdelen. Je hebt tot de helft van je nalatenschap die je vrij mag geven aan wie je wil. Dus ook bijvoorbeeld een kind of een partner die daar aan toe is om meer te krijgen. Mm-hmm. Kunnen ouders, is nog een vraag die we binnenkrijgen, kunnen zij eigenlijk nog erven van hun kinderen? Want ik kan me voorstellen dat veel partners alles willen nalaten aan hun partner, maar niet per se aan hun ouders. Ja, dat klopt. Vroeger waren ouders beschermde erfgenaam. Mm-hmm. Die kon je niet onterven. Die hadden sowieso recht op 1/4, een kwart van de erfenis. Dat is nu weggevallen. Dus je kan perfect... broers en zussen zijn ook geen beschermde erfgenamen. Dus als je wil en je hebt geen kinderen, kan je alles nalaten aan de partner. Ja, ja. En ik geef nog even mee voor de mensen die nu pas zijn ingezapt bij deze Facebook Live, dat ik praat met notaris Goedelen van de Kerkhoven over trouwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. En als u nog vragen heeft, u kan ze altijd insturen en dan speel ik ze door. Even terug nog over die huwelijkscontracten. De meeste mensen vinden dat eigenlijk niet zo romantisch. Maar er zijn situaties waarbij u zegt, echt, dit moet je doen, want dit maakt echt wel een verschil. Je moet erover praten en het toch aanpakken. Huwelijkscontracten, inderdaad, het is zo wat taboe. Ja. Maar ik heb wel al gemerkt, mensen die hun trouwplannen een start geven, dat die werken met checklists. En ik heb al gemerkt dat het langs de notaris gaan mee op de checklist staat. Dus dat is al geruststellend. Ja. Ja. Natuurlijk, als je toe bent aan een huwelijkscontract, vergeet dat niet voor het huwelijk te regelen. Ja. Dat staat daar zo in, maar het gaat soms uit het gedacht. En ik heb het drama al meegemaakt op kantoor. Ja, het zijn geen drama's, voor alles is een oplossing. Maar mensen die bewust gekozen hadden voor een contract van scheiding van goederen, we hadden een fijn gesprek daarover. Ik bereid zelfs de akte voor. Ik stuur het nog eens ter nalezing door. En breng hen in herinnering, vergeet niet tijdig een afspraak te maken. Ik wist hoegenaamd niks af van de trouwdatum. Het ging verder ook uit mijn gedacht. En na een jaar kreeg ik een mailtje. Hallo, wij zijn gelukkig getrouwd. Is het goed dat we dit afprinten en ondertekenen? Terugsturen. Dat het had eigenlijk al lang moeten gebeuren. Ja, en zijn. Vooral, het is een notarieel contract. Ja. Het is niet iets dat je thuis onder elkaar afprint en ondertekent. Het is een notarieel contract. Vroeger was het zelfs een plechtig contract, moesten daar getuigen bij zijn. Je moet echt te volle bewust zijn van wat je daar kiest. Hè. Ja. Die getuigen zijn nu weggevallen, maar het blijft wel een document dat bij de notaris te regelen is. Maar zo'n huwelijkscontract, dat kan altijd nog gewijzigd worden? Of ligt dat voor... Nee, altijd vast. Het kan gewijzigd worden, maar afhankelijk hoe ingrijpend je eraan sleutelt, is de procedure om het veranderd te krijgen, natuurlijk veel ingewikkelder. Ja. En
kostelijker ook. Mm-hmm. Vandaar dat ik wel de raad geef aan trouwers, van denk goed na over welk stelsel bij jullie past. Hè. Gaan jullie voor een scheiding van goederen of gaan jullie alles gemeenschappelijk regelen? En dan kan je binnen die stelsels nog dingen toevoegen, terug weghalen enzovoort. Dat kan eenvoudig. Welke situaties ziet u zo in uw notariaat waar ze toch komen om het te wijzigen? Wat kan een aanleiding zijn? Wel, successieplanning. Ah ja. Ja. Dus dan gaat het eerder over al de volgende fase in het leven. Ja. Mensen willen dan een extra bescherming gaan voorzien. Vroeger was dat eigenlijk courant van een verblijvingsbeding te gaan enten op een gemeenschap. Om te zorgen dat de langstlevende toch volledig alles kon erven wat gemeenschappelijk opgebouwd was. Dat is natuurlijk een duurdere aangelegenheid, want alles komt eerst bij die langstlevende terecht. Die betaalt successierechten en dan de volgende keer de kinderen nog eens. Nog eens successierechten, Dus wat is daar nu het alternatief in? En dat is echt wel een populair instrument, vandaar dat ik toch veel mensen terugzie, is om dat verblijvingsbeding te gaan vervangen door een keuzebeding. En dat ziet er een beetje uit als een Chinees menu. Dus die langstlevende, die kan kiezen gewoon van, kijk, dit hebben we samen in onze gemeenschap zitten. Wat ga ik daar uithalen? Ah, de gezinswoning, dat is al zeker slim om te doen, want daar betaal je geen successierechten op. En dan kan ik nog zien, pak ik de rekeningen enzovoort. In vruchtgebruik, pak ik die in volle eigendom of wat dan ook. Wat je niet kiest, gaat dan naar de kinderen. Een keuzebeding. Ja, absoluut. Nieuw samengestelde gezinnen, daar krijg ik ook heel veel vragen over en komen vaak voor. Er zullen koppels zijn die met de vrees zitten om hun kind uit een vorige relatie te benadelen. Betekent een tweede huwelijk altijd een benadeling van kinderen uit een eerste relatie? Ja, ergens wel. Maar de vraag komt ook vaak in andere richting van, ik heb een slechte band met mijn kinderen uit mijn eerdere relatie en ik zou juist graag mijn partner beschermen. Ja. Dus de twee bekommernissen zijn er en je kan het ook opvangen. Voor alles is een oplossing. Voor alles is een oplossing. Mm-hmm. Maar stel effectief dat je bevreesd bent dat die kinderen die tweede partner echt niet gunstig gaan ontvangen, dan kan je eventueel een valkeniersclausule nemen voor het huwelijkscontract. En de wet valkeniers laat toe om die tweede echtgenote te gaan, of echtgenoot, te gaan onterven eigenlijk, om die gewoon minder te geven. Ja. Je moet wel een minimum laten. Hè. Minimaal 6 maanden bewoningsrecht op de gezinswoning en de inboedel. En dan hebben die kinderen ook niks meer te vrezen van een partner die daar in gaat de weg loopt. Komen of wat dan ook. Dat is nu wel, omdat je hier een overeenkomst, ben je eigenlijk aan het vooruitlopen op je erfenis. Dus dat is ook geen evident contract niet meer. Daar moet je ook tijdig aan beginnen. Want dat is eigenlijk een soort van erfovereenkomst ook. En daar moet je ook verschillende gesprekken rond hebben bij de notaris, waar dan x aantal tijd tussen zit. Dus dat is niet op 1, 2, 3 geregeld. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. Ja. Iemand die vraagt, kan je met een huwelijkscontract alles regelen in het voordeel van je partner of zijn er toch nog beperkingen? Wel, ik zegde het juist, hè. Er kan juist een nood zijn om die eerste kinderen niet te vergeten, maar het kan ook andersom zijn dat je zoveel mogelijk aan die tweede partner zou willen geven. Het kan, maar er zijn wel beperkingen, omdat die kinderen uit de eerdere relatie, die mogen niet afgestraft worden door die tweede partner die alles naar zich toe zou trekken. En zij kunnen nooit, want er is geen bloedband, nooit erven van die tweede partner, tenzij dat die zelf een testament zou maken ten gunste van die kinderen. Dus als er schikkingen zijn voorzien in het huwelijkscontract of in het testament waar er maximaal wordt gegeven aan die tweede partner, kunnen die kinderen daar wel tegen opkomen. Die kunnen hun minimumdeel altijd opeisen. Ja. Maar dat minimumdeel is de dag van vandaag kleiner geworden. Hè. Dus, hoeveel is dat nu ongeveer? Wel, de helft van je nalatenschap mag je vrij weggeven. Ja. Veel koppels zijn niet getrouwd en sommigen twijfelen erover om te wachten met een huis te kopen, omdat ze denken dat het beter is om een woning te kopen wanneer je al getrouwd bent. We hebben dat daar straks ook al even aangehaald. Klopt.
Klopt dat of maakt het niet uit? Misschien nog eens even herhalen. Ja, het maakt inderdaad niet uit. Mm. En je hoeft ook niet te trouwen. Je begint gewoon gemeenschappelijk aan de weg te timmeren. Ja. Ieder koopt zijn helft in het huis en daar kunnen afspraken rondgemaakt worden om elkaar daarin te beschermen. Mm-hmm. En ben je toe aan een huwelijk, dan kan je dat huis zelfs gaan inbrengen in die gemeenschappelijke pot. Je kan dat zelfs al beslissen terwijl je het huis koopt. Je kan zelfs een clausule in je aankoopakte laten invoegen dat je zegt, kijk, mochten we trouwen, dan gaan we nu al beslissen dat het voor onze gemeenschappelijke pot zal zijn. Ah, ja. Dus een anticipatieve inbreng heet dat. Maar daar hebt u niks aan. Ja. Wat gebeurt er met de woning als je als wettelijk samenwonende overlijdt? Erft die dan samen met de andere familieleden van de gestorven partner, is de vraag. Ja. Dat is zo. Als wettelijk samenwonende partner is er ook een automatisch erfrecht voorzien, gelukkig. Ja. Maar dat gaat niet zo ver als een gehuwde partner. Mm-hmm. De gehuwde die erft vruchtgebruik op de hele nalatenschap. De wettelijk samenwonende enkel op de gezinswoning en de inboedel. Maar misschien is dat ook wel genoeg. Als je dat niet genoeg vindt, moet je gaan uitbouwen met een testament. Ja. En dat mag je niet vergeten. Ook een belangrijk verschil met de gehuwde is, een gehuwde partner die kan niet onterfd worden. Dus dat vruchtgebruik op die gezinswoning kan niet afgenomen worden. En dat kan bij een wettelijke samenwonende partner wel. Dus als daar een haar in de boter is... Ja. Plus, en dat wil ik ook nog meegeven, vergeet niet te kijken of je niet in het verleden al eens testamenten geschreven hebt. Want dat kan een negatieve impact hebben. Later bij een wettelijke samenwoonst, dat testament is al lang uit je gedachten gegaan. En je hebt misschien geschreven, bij mijn overlijden geef ik alles aan die persoon. Ja, alles. Dat betekent dat eigenlijk je wettelijke samenwonende partner ook onterfd hebt. Dus het kan ook impliciet gebeuren. Mm-hmm. Dus altijd om de zoveel tijd eens nakijken hoe ver je staat. Ja. Er bestaat ook zoiets als een samenlevingsovereenkomst. Dat is niet hetzelfde als een wettelijke samenwoning. Wat is dan precies zo'n samenlevingsovereenkomst? Inderdaad, een samenlevingsovereenkomst, de verklaring van wettelijke samenwoning, dat is iets anders dan gewoon het statuut op zich, hè? Ja. De samenlevingsvorm op zich. En dat is, ja, ik noem dat trouwen in Las Vegas-stijl. Op 5 minuten is dat gepiept, heb je gedeclareerd bij de gemeente en even snel is het teruggeschrapt als dat nodig zou zijn. Mm-hmm. En dan heb je de wettelijke verplichtingen die daar rondhangen, die de wet voorzien. Hè. En dat automatisch erfrecht waar we van spraken. Ja. Maar dat is overlijden. Wat tijdens het leven moeten daar dan geen afspraken rondgemaakt worden? De meeste mensen kunnen dat wel op een beschaafde manier doen. Die openen samen een huishoudrekening, die voeden die rekening gemeenschappelijk, doen daar de uitgaven van enzovoort. Dus eigenlijk samenlevingsovereenkomsten, die contracten daar rond, daar is eigenlijk niet veel vraag naar. Maar ik vrees dat het een beetje onderschat is. Ja, ja. Wat doet u als mensen ook langskomen bij u en zeggen, ja, we hebben een samenlevingsovereenkomst, wat doen we best? Ik denk dat daar nog onvoldoende de reflex is aan de notaris te vragen, is het nuttig van een samenlevingscontract te hebben? Maar het kan wel zijn nut hebben. Bijvoorbeeld, je kan er inschrijven of bepaalde afspraken maken rond hoe de bijdragen naar elkaar toe of voor het gezinsleven moeten geregeld worden. Want het gebeurt soms dat er een inkomensverschil is. Mm-hmm. En dat je toch vindt dat gemeenschappelijk moet terechtkomen of besteed worden. Of de ene heeft een woning en je wil daar afspraken in maken, want onrechtstreeks help jij ook het gezin. Dat je dan afspraken vastlegt als die woning verkocht wordt, dat er dan ook financieel een verrekening terugvloeit. Dat kan allemaal in dat samenlevingscontract thuis horen, maar dan is het ook, de wet voorziet het, een notariële akte. En dat mag niet onderschat worden. Mm-hmm. Daarnaast kan je nog leningsafspraken onder elkaar maken als je bepaalde correcties moet doen omdat er bepaalde uitgaven geweest zijn. Maar de courante afspraken, de lopende afspraken, zet die in je samenlevingscontract.
Bijvoorbeeld, en dat is wat ik eigenlijk wilde toekomen, ja, om te zeggen, het is wat onderschat of miskend, die samenlevingscontracten. Je kan er ook in bepalen dat de partners een hulpplicht aan elkaar verschuldigd, ja, zijn om elkaar bij te dragen. En dat heeft een impact sociaal-rechtelijk als een van de twee een risicovol beroep zou doen en daarin een ongeval zou meemaken. De wettelijk samenwonende partner beseft het misschien niet, maar die blijft er heel in de koud staan. Ja, ja. Dus als die beroep wil doen op voorzieningen van Fonds voor arbeidsongevallen of beroepsziekte, je komt pas in aanmerking daarvoor dankzij een samenlevingscontract. Dus de wettelijk samenwonenden hebben dan geen benen om op te staan? Die hebben dat niet. Dus eigenlijk is dat een wettelijk gebrek, zal ik zeggen. Maar ja, vang het dan op met die hulpplicht in te bouwen in een notariële samenlevingsovereenkomst. Ja, ja. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die jaren samenwonen, die samen een huis kopen, samen kinderen kopen, maar niks vastleggen. Wat als het daar misloopt? Dat is moeilijk. Nu, kinderen vangen veel op. Ja, dat zijn dan de erfgenamen, hè. Maar als er niks geregeld is, dan heb je als partner niks, behalve wat je zelf hebt op je naam staan als je samen een huis koopt. Dat huis valt niet weg, hè. Dus die helft behoud je wel. Maar je hebt eigenlijk geen rechten op die andere helft. Mochten uw kinderen nog minderjarig zijn, ja, uw kinderen erven wel. En die moeten het wettelijk vruchtgenot wel laten aan hun andere ouderen, dat die mee met hen daar kan verder blijven wonen. Maar dat vervalt bij de meerderjarigheid. Ja, toch best alles in orde brengen. Door corona zijn koppels die hun huwelijk uitstellen, maar zijn misschien ook stellen die hun echtscheiding uitstellen. Ja, dat is daardoor even zonde, want het erfrecht dat automatisch voorzien is in de wet, blijft wel doorlopen. En dan is misschien hoegenaamd niet meer de bedoeling dat als een van de twee wegvalt, dat de andere partner zijn erfrechten uitoefent. Dus dat heeft wel degelijk gevolgen. Ja, ik zou daar toch aanraden, net zoals bij een huwelijk, als je het van zin was, zet door. En een echtscheiding, helaas, als je het van zin was, zet ook maar door. Een echtscheidingsprocedure is de dag van vandaag ook niet meer zo complex. Een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt zelfs volledig schriftelijk behandeld bij de rechtbank. Je hoeft zelfs niet meer persoonlijk te verschijnen. Ja, ja, ja. Partneralimentatie, ik heb ook een vraag over binnen. Heeft elk koppel dat uit elkaar gaat recht op partneralimentatie? Is er daar een verschil in? Het gaat hier niet om rechten, dus het gaat om wat je afspreekt. Ja. Want wat bij de notaris wordt vastgelegd, een echtscheiding onderlinge toestemming, duidt op het feit dat je niet alleen akkoord bent over het scheiden zelf, maar dat je ook volledig afspraken kunt maken, en zelfs moet maken, over de verdeling van heel het hebben en houden, over de kinderen, over onderhoudsgeld naar elkaar toe. Dus als er een akkoord over is, het is niet een kwestie van af te dwingen. Het is van er een akkoord over te maken. En dat wordt ook goedgekeurd door de rechtbank. Hè? Dus heel dat pakket wordt zo neergelegd. En de rechter gaat vooral toekijken op de regelingen die getroffen zijn met betrekking tot de kinderen. Hè? Want die mogen niks tekort komen. Dat is echt volledig helemaal onder de loep, onder het vergrootglas genomen. Ja. Ik doe toch nog eens een oproep naar wie nog vragen heeft. Blijf ze vooral insturen. We spelen ze met plezier door. En er is hier een vraag over welke contracten eigenlijk prioritair zijn. Want sommige mensen hebben een huwelijkscontract opgesteld waarin ze regelingen maken voor hun partner. Maar tegelijkertijd hebben ze ook een testament waar misschien iets anders is geregeld. Wat primeert hier? Het huwelijkscontract is de eerste fase. Okay. Het huwelijk wordt ontbonden, dan wordt er door het overlijden stopt het huwelijk. Dus dan wordt er gekeken naar het huwelijkscontract. Wat zijn hier de afspraken? Vaak is dat tegenwoordig een keuzebeding. Wat die langstlevende niet kiest uit die gemeenschappelijke pot, dat zal de omvang zijn van de nalatenschap. Ook al staat er iets anders in het testament dat ooit is opgesteld? Ja, je kan alleen maar in het testament laten noteren hoe jouw erfenis, jouw bezittingen moeten verdeeld worden. Wie bepaalt wat jouw bezittingen zijn? Ja, het huwelijkscontract. Dus dat is de eerste stap 1. En dan ben je toe aan de verdeling van de erfenis. Nog een vraag.
Iemand die vraagt wat er gebeurt met de goederen van de partner van voor het huwelijk. Zorgt een huwelijk ervoor dat die goederen dan plots van ook de andere partner zijn? Nee. Dat is een misvatting. Mm-hmm. Dus je start aan het huwelijk. Al wat je voordien hebt, apart. Blijft persoonlijk. Maar je kan wel kiezen om het te gaan inbrengen. Ja. Maar dat is een bewuste keuze. Ja, dus ofwel anticipatief als je samen al gekocht zou hebben bij de aankoopakte, ofwel later bij het huwelijkscontract. Maar dat kan ook eenzijdig. Hè. Een partner die al een woning had, kan kiezen om die gemeenschappelijk te maken. Maar dat is een keuze die vastgelegd moet wordt in het huwelijkscontract. Absoluut, dat gaat niet automatisch. Maar natuurlijk, het erfrecht van die langstlevende partner strekt zich wel uit over alle goederen van de overledene. Dus niet alleen wat er gemeenschappelijk is, maar ook wat er daarnaast nog is van voor het huwelijk. Dus het vruchtgebruik is er wel, hè, maar het mag zich geen eigenaar noemen. Ja. Concrete vraag, stel ik ben gescheiden, ik heb minderjarige kinderen, ik heb een ongeluk. Wie erft er, mijn minderjarige kinderen of mijn ex? Kan mijn ex een invloed spelen op mijn erfenis? Onrechtstreeks wel. En ik snap het ergens wel. Het is een beetje het horrorscenario dat elke gescheiden ouder in gedachten heeft. Maar je kan het ook niet wegdenken. Dus de kinderen erven. Maar natuurlijk, als die kinderen nog minderjarig zijn, ja, dan gaat die ex-partner weer op de proppen komen. Want die oefent wel verder het ouderlijk gezag uit over die kinderen. Dus die gaat het vermogen van die kinderen beheren. Tot ze meerderjarig zijn. Die heeft dan ook nog eens het wettelijk vruchtgenot op die geërfde goederen. En kan je daar iets aan aanpassen? Ja, kan je dat afnemen. Dus dat wettelijk vruchtgenot betekent bijna dat die daar kan komen wonen of de huurgelden optrekken. Of als er kapitalen zijn die interest opbrengen, dat die kan hebben. Of stel, die hebben. Beheert dat vermogen slecht, kan je daar iets... Ja, inderdaad. Dus het wettelijk vruchtgenot bijvoorbeeld kan je afnemen en je kan in een testament alternatieven gaan voorzien wie dat beheer moet doen. Of vastleggen in bepaalde bankproducten en eraan toevoegen. Die gelden komen niet vrij eerder dan dat ze 25 jaar zijn of zo. Dus die persoon die gescheiden is, minderjarige kinderen heeft, maakt best een testament. Ja, toch wel. Ja. Okay. Als dat de bekommernis is. Ja, soms is het vertrouwen in de andere ouder nog heel groot. Ja, en is dat juist een gemoedsrust van te weten, oké, als ik wegval, er is nog iemand die voor ze gaat zorgen. Ja. Wat als echt gescheiden partners niet door dezelfde deur kunnen? Wat gebeurt er als de partners er echt niet meer aan uitgeraken onderling? Ik zie de vraag dus, niet... Ja, het staat niet bij in welke situatie het is. In het verschil met wat we voorheen gezegd hebben, die kinderen die zijn er wel en die partner is daar ook wel. Hè, dus die gaat altijd ergens op de proppen komen. Dat is heel jammer. Je kan hem of hij of zij niet wegdenken. Ja. Of je zou al bijna, als het gaat om een groot vermogen, dat moeten gaan afzonderen in een stichting of in een maatschappij en daar bestuurders of zaakvoerders over aanduiden. En is ook nog een vraag, als er echt geen afspraken meer te maken zijn, kan je wel een vredige echtscheiding hebben dan? Nee, dat is moeilijk, want dat veronderstelt echtscheiding door onderlinge toestemming, dat je over alle punten een akkoord hebt. En je moet daar ook echt over nadenken, want dat moet een duurzaam akkoord zijn, niet één dat morgen overhoop ligt, doordat er ondertussen een derde in het spel is enzovoort. Mm-hmm. Dus als dat echt niet lukt, dan wordt het een vechtscheiding, een echtscheiding door onherstelbare ontwrichting voor de rechtbank. Ja, dan gaat het naar de rechtbank. Ja, en dan is het in de andere richting, hè? Dus onderlinge toestemming. Houdt in dat jij de akkoorden, of jullie de akkoorden vastleggen en dan neerleggen bij de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt en dan is het klaar. Bij de procedure voor de rechtbank is het een ander verhaal. Dan wordt de echtscheiding eerst uitgesproken en dan pas begin je aan dat verdelingsverhaal, hè, de ontrafeling van het vermogen. Ja. En dat kan helaas jaren aanslepen. Ja, helaas. Nog iets anders. Ouders die geld willen geven of willen investeren in hun kinderen, maar die toch een beetje bang zijn voor een relatiebreuk van hun kind en dat echt aan hun kind willen geven en niet aan hun schoonkind. Ja. Wat kunnen zij doen?
Ja, dat is ook weer zaak van daar goede afspraken in te maken met die kinderen. Mm-hmm. Is het een schenking? Is het een lening? Ook dat wordt allemaal best op papier gezet. En ik kan dat zeker ook begrijpen, dat dat wel gegund is aan het eigen kind, als dat een schenking betreft, maar niet per se aan het schoonkind. Dus het is dan aan het eigen kind om te zeggen, kijk, ik heb een schenking van mijn ouders ontvangen, nu ga ik met mijn partner afspraken maken dat als de woning moet verkopen, gekocht worden, hoe ik dat geld ga recupereren voor mezelf of voor mijn ouders. Ja. Dan komen we terug bij het trucje van Easy Me. Hoe meer papier we hebben, hoe liever. En op een veilige plaats te bewaren. Dus je kan geen verbod koppelen aan die schenking? Eventueel wel, als dat gemoedsrust geeft, kan je zelfs aan de schenking als ouder een verbod koppelen om te zeggen dat mag nooit ingebracht worden in de gemeenschap. Ja. Ja. Ja, dat is ook mogelijk. Iemand is bekommerd, kan je eigenlijk samen een woning aankopen als je niet hetzelfde kan investeren in de woning? Ja, tuurlijk wel. Je kan zelfs die eigendomsrechten verschillend houden. Mm-hmm. Hè? Als de ene 70% geïnvesteerd heeft en de andere 30%. Maar ik vind dat eigenlijk een moeilijk verhaal, want één keer dat dat vast ligt, ligt dat ook vast en dan kan je dat moeilijk terug veranderen. Dus ik zou dan eerder suggereren, als de bedragen niet echt afwijkend zijn, om dan toch gezamenlijk 50-50 aan te kopen en dan op een andere manier de verschillen vast te leggen. En dat zijn ook verschillen die kunnen bijgebeend worden. En dan kan je de interne keukendocumenten gemakkelijk aanpassen. Terwijl dat met een notariële akte niet gaat. Hè. Dus die eigendomsrechten staan vast. Dat is waar. Ja. Notaris van de Kerkhoven krijgen veel vragen over nieuw samengestelde gezinnen hè, met kinderen uit verschillende relaties. En iemand vraagt, ja, als de pluskinderen even belangrijk zijn als de eigen kinderen, kan je die dan ook wat extra beschermen? We hebben het daar straks al gezegd, hè, met een testament. Ja, inderdaad. Kan dat, ja. Dus de wet is in 2018 veranderd en is juist op maat van die nieuw samengestelde gezinnen gemaakt, omdat er juist vaak ook een affectieve band is met die pluskinderen. Die worden allemaal mee grootgebracht in hetzelfde gezin. En doordat uw beschikbaar deel, uw vrij deel, veel groter is geworden dan vroeger, kan je ook meer kinderen betrekken in de verdeling van die erfenis om er tot te komen dat ze allemaal een even groot stuk krijgen. Ja, dus dat is perfect mogelijk. Dat kan, ja. We krijgen een vraag over de bekende tontine. Juist. Wat is dat en wat zijn de gevolgen? Tontine, aanwasbeding, moet je in zijn context zien. Ik zie het vandaag de dag minder, omdat de gezinswoning vrijgesteld is van successierechten, maar vroeger was het een alternatief voor de samenwoners. Samenwoners werden vroeger fiscaal aanzien als vreemden. Met andere woorden, die betaalden zich blauw aan successierechten. Ja. Dus het was zaak om de gezamenlijk aangekochte woning buiten die nalatenschap te houden en op een andere manier te gaan zorgen dat de langstlevende toch eigenaar kon worden van die totale woning. En dan werd er bij de aankoop een aanwasbeding op gekoppeld, een clausule, waarin dat de partners afspreken, kijken, we gaan er een kanscontract, een gokwedstrijd van maken. Ja. We gaan ieder ons half huis inzetten. Er is een tegenprestatie, het is geen schenking, want ieder heeft een gelijke inzet gedaan. Dat veronderstelt dan ook dat je evenwaardig eigenaar bent, 50-50. Onze gemeenschappelijke jackpot die staat daar klaar en de overlevende die wint de hele pot. Natuurlijk, ja, het is cru, er werden geen successierechten op betaald, want het was gewoon een afspraak contractueel vastgelegd. Maar natuurlijk niet gratis. Je betaalde er wel opnieuw beschrijf op die helft die erbij aangroeide, bij aanwast, vandaar die gekke term. Maar die beschrijfrechten, die registratierechten, die werden met glimlach betaald, want die waren nog altijd veel goedkoper dan die gigantische successierechten. Ja. Vandaar. De dag van vandaag zien we die aanwasbedingen nog voorkomen, maar eerder als een vangnet. Mm-hmm. Want de mensen gaan zich eerder beveiligen via de nalatenschappen, omdat de gezinswoning vrijgesteld is van successierechten. Dus liever eerder gratis bekomen dan toch nog registratierechten. Mm-hmm. Maar stel dat die erfenis fout loopt, of die verdeling daar fout loopt, of je grijpt ernaast,
dat er dan nog kan teruggevallen worden op dat duurder aanwasbeding. Vandaar dat we dat aanwasbeding vaak optioneel gaan inbouwen in een aankoopakte. Dus dat we laten toepassing vinden als de langstlevende ervoor opteert, als hij ervoor kiest. Ja. Veel mensen bouwen hun leven op met een partner, maar hebben geen contact meer met hun kind. Hè, dat kan voorvallen. Kan je iets regelen om alles na te laten aan je partner en niet aan je kind? Nee, eigenlijk is die vraag al aan bod gekomen. Mm. Helaas, een kind uit een eerdere relatie kan je eigenlijk niet buitenspel zetten. Mm-hmm. Die kan altijd een erfdeel opeisen. Maar voilà, daar is het woord al gevallen, opeisen. Die moet daar actief iets voor gaan doen. Dus als die blijft stilzitten en hij laat het gebeuren... Dan is het ook zo. Dan kan je effectief toch volledig erven. Ja, en dan een woord dat we hier al vaak gebruikt hebben, vruchtgebruik. Ja. Iemand vraagt, wat betekent dat concreet? Ah, dat is fijn dat gevraagd wordt. Ja. Vruchtgebruik, ja, oudbollig, je kan de vruchten plukken. Mm-hmm. Niemand plukt nog, iedereen woont in een woning en is ervan verzekerd dat hij daar kan blijven wonen. Het gebruik eigenlijk van de woning. Hè? Juist, ja. Dus dat is het horrorscenario. Hè? De kinderen gaan mij hier buiten zetten. Nee, je kan blijven wonen en je hoeft ook niet per se daar te wonen. Je kan de woning ook verhuren en de huuropbrengsten, dat zijn dan de vruchten, die zijn dan voor u. Maar dus de feitelijk samenwonende partners, die erven vooral duidelijkheid dat vruchtgebruik niet, hè? Tenzij ze iets regelen. Klopt, ja. Ja, oké. Okay. Nu, de langstlevende, die erft dat vruchtgebruik. Maar is dat eigenlijk wel handig? Want zo het vruchtgebruik erven terwijl je kinderen ook een deel erven, kan je daar iets aan doen? Vaak is er met de kinderen, loopt dat vanzelf, als dat de gemeenschappelijke kinderen zijn. Als dat natuurlijk kinderen zijn uit een eerdere relatie, voelt dat wrang aan. Hè. Zeker als die tweede partner soms even oud is als de eigen kinderen. Kan gebeuren. Ja. Dus daar worden best goede afspraken in gemaakt. Maar men kan niet dwingen dat dat vruchtgebruik afgekocht wordt. Als die langstlevende zegt, ik blijf hier wonen, blijft die wonen. Ja. Maar ook voor de inboedel, als daar belangrijke meubels staan, de kinderen kunnen wel vragen dat er een inventaris wordt opgesteld. Mm-hmm. Hè, dat er als het vruchtgebruik eindelijk uitooft, doordat die langstlevende verdwijnt van het toneel, dat nog duidelijk is dat daar niks weg is. Mm-hmm. Maar ja, ofwel moeten we daar iets inbouwen dat de langstlevende meer kan krijgen dan alleen dat vruchtgebruik. Of in het testament bepaalde lasten opleggen aan die kinderen. Van zeggen, kijk, respecteer het. Als je kunt boetes opleggen of ik zet u op uw minimumdeel. Zo van die zaken. Ja. Dus... ja. Mm-hmm. Nieuwe vraag van een nieuw samengesteld gezin. Partners die samen een woning kopen, een huwelijkscontract opstellen om dat gemeenschappelijk te maken. Dat is de situatie. Maar ze vragen zich af wat er met die woning gebeurt als ze zouden sterven. Erven de kinderen dan nog de woning? Wordt die gemeenschappelijke woning verdeeld onder de kinderen? Wel, het vruchtgebruik zal sowieso bij de langstlevende toekomen. Dus die kinderen, die hebben niks aan een verdeling, want ze kunnen het vruchtgebruik niet afkopen. Ze kunnen dat niet laten omzetten tegen de wil van die langstlevende. Dus ja, de facto blijft alles gewoon doorlopen. Wat wel is, als het de langstlevende de woning volledig naar zich toe trekt met een keuzebeding of een verblijvingsbeding, dan hebben de kinderen, als het gemeenschappelijke kinderen zijn, tijdelijk niks. Dan hebben zij een uitgesteld erfrecht en dan zullen ze moeten wachten. Dan moeten ze wachten. Ja. Nu, we hebben het vaak over situaties met kinderen erbij, maar hoe zit het als je geen kinderen hebt? Feitelijk samenwonende, wat erft de partner als een van de twee overlijdt? Het testament moet gemaakt, hè. Ja. Dus dat is altijd opnieuw dezelfde boodschap. Ja. Voor wettelijk samenwonende partners die erven beperkt het vruchtgebruik op die gezinswoning, dus willen we meer geven, hebben we weer een testament nodig. Mm-hmm. Voor gehuwden is het anders. Ja. Als er geen kinderen zijn, gaat de hele gemeenschap of de onverdeelde woning volledig naar die langstlevende. Dus daar is er effectief een doorgedreven bescherming voorzien door de wet. Mm-hmm. En als alleenstaande zonder kinderen, wat als die een vermogen hebben opgebouwd, is het dan nuttig om
een bezoek te brengen aan de notaris? Je zult zeggen, ja, het is altijd nuttig om een bezoek te brengen aan de notaris. Inderdaad, want mensen in die situatie zullen vroeger al eens een bezoekje gebracht hebben aan de notaris en waarschijnlijk buiten gestapt zijn met een testament waarin een duolegaat was voorzien. Oké, en dat is? Wel, vaak was het natuurlijk de bedoeling om aan de verre familie of een verre vriend iets na te laten, maar de successierechten zijn daar onontkoombaar. Ja. Dus wat was de techniek van het duolegaat van een goed doel te betrekken bij de erfenis, die dan als opdracht kreeg van een netto som uit te keren aan die verre familie of die verre vriend? Dat gaf u toch een beetje gemoedsrust dat die toch iets gingen overhouden. Dus je wist perfect wat dat er netto zou in handen komen van de familie. Kan je ook vooraf vastleggen dan? Dat was dus dat techniek van dat duolegaat in dat testament. Waarom? Omdat de VZW's een veel goedkoper successietarief betalen. En die namen dan zelfs, dat was het idee, de successierechten betaalbaar op het stuk van de familie en de vrienden op zich. Dus eigenlijk, ja, als je dat cijfermatig ontleed, wat er voornamelijk zou wegvloeien aan de staat, daar heb je nu een goed doel mee blij gemaakt. En de familie heeft toch een netto bedrag in handen dat iets hoger is dan dat ze zelf die successierechten allemaal hadden moeten ophoesten. Zag er allemaal ideaal uit. Alleen Flabel, de Vlaamse Belastingdiensten, laat de kaas niet van zijn brood eten. Nee. Dus komende zomer gaat die fiscaal gunstige behandeling wegvallen. Dus vandaar dat we best al die contracten nog eens uit de kast halen. Maar dat kunnen wij niet zelf doen natuurlijk. Dus het zal een zaak oproep zijn dat als je zo'n duolegaat voorzien hebt, dat je naar de notaris stapt om het te herbekijken. Ja. Het is niet zo dat testament plots ongeldig wordt. Dat is een geldig testament, maar ja, je kan er prat op gaan dat het de uitwerking niet zal hebben die je voor ogen had. Nog altijd die verre vriend of die gaat moeten betalen. Ja, en veel erger nog, hè. Je hebt eigenlijk een goed doel aangeduid met die opdracht. Maar wat gaat er gebeuren? Die goede doelen die overal vermeld zijn, die gaan die verplichting op zich niet willen nemen van en successierechten op te hoesten en die sommen uit te keren. Dus die gaan die nalatenschappen allicht verwerpen. Is dat een jammere zaak? Dat zou dramatisch zijn. Ja. Veel ouders laten hun kind jaren inwonen. Het kind moet geen huur betalen, hè. Dat is heel prettig natuurlijk. Maar andere kinderen die hebben daar misschien geen vrede mee. Kan je daar iets regelen om toch de vrede te bewaren? Dat kan, ja. Dus dat kan in een open gesprek met alle betrokkenen uiteraard. En je kan maar je moet het toch vastleggen? Ja, afspraken maken, de voordelen tegen elkaar laten afwegen, terug in de weegschaal leggen en dan proberen het evenwicht recht te trekken bij die overeenkomst zelf of later in het testament. Dat is eigenlijk een erfovereenkomst. En als het gaat over al die voordelen die ieder kind op zijn manier ontvangen heeft, dan gaat het echt om een familiepact. Maar dat zijn moeilijke gesprekken, maar ze kunnen wel. En je anticipeert eigenlijk op het feit dat uw erfenis in een gigantische, verschrikkelijk ontwarbaar kluwen... Ja, want dan komt dat allemaal naar boven. Dan komt dat allemaal boven. En om dat te vermijden, tijdens het leven, maak het bespreekbaar en leg het vast. Een familiepact heet een dat. Familiepact, ja, daar gaan diverse gesprekken over. Het is natuurlijk gebonden aan een strikt formalisme, logisch ook. En met termijnen tussen, de partijen kunnen ook individueel een gesprek vragen met de notaris enzovoort. Want het is heel delicaat hoor, want die voordelen, dat wordt door iedereen anders aangevoeld. Ja. Dat kan gaan om ouders die kleinkinderen hebben opgevangen, of die studies hebben betaald, of wat dan ook. Alles in de weegschaal te leggen. Absoluut, Iets wat heel vaak terugkomt, want we hebben het er ook al over gehad hoor, maar het kan geen kwaad denken om het nog eens te herhalen. Een vraag over een situatie waar iemand al een woning heeft, partner komt inwonen, komt uiteindelijk ook een huwelijk van. Blijft die woning van die eerste partner die dat huis had, of moet er nog iets geregeld worden om bescherming in te bouwen? Ja, dus het huwelijk geeft u vruchtgebruik op de gezinswoning, maar dat kan misschien als niet voldoende ervaren worden. Vandaar is het een techniek om bij huwelijkscontract, gaat dus niet vanzelf, bij huwelijkscontract het huis in te brengen in die gemeenschappelijke woning en er dan nog eens bovenop een bescherming op te bouwen. Ja. Over een testament, hebben we het ook al verschillende keren over gehad. Iemand vraagt,
Kun je dat nog wijzigen of ligt dat voor eeuwig en altijd vast? Nee, dat kan op elk moment gewijzigd worden. En dat is ook het comfortabele eraan. En dan vervalt het vorige, hè? Dus echt, ja, dus we raden iedereen aan die een testament schrijft, van te beginnen met de openingszin. Ik herroep al mijn vorige testamenten. Ah, ja. En dan is het gebeurd. Dus, je hoeft zelfs niet het vorige fysiek te verscheuren. Het is door die ene zin, die maakt dat het nieuwe zal tellen. Ik heb daar ook een fantastische anekdote in. Het is eigenlijk een beetje schrijnend, van een oud dametje die bij mij op kantoor kwam. Die was eigenlijk meegesleurd door een verre neef en nicht naar de notaris om een testament te maken. En 's namiddags stapte ze bij mij binnen en ze zei: ik heb vanmorgen een testament gemaakt en nu ga ik het veranderen. Die was goed op de hoogte dat kon. Frustratie bij partners. De ene wil trouwen, zeker als er kinderen zijn. De andere is daar niet voor te vinden. Is het dan een argument om te zeggen, een huwelijk is toch meer dan een blaadje papier? Dat is natuurlijk ook zo. Maar die boodschap wil ik ook blijvend meegeven. Als dat niet goed aanvoelt voor een van de twee, laat het dan zo. Maar zorg dan dat er op een alternatieve manier een bescherming is voorzien. Dan iets waar niet vaak over gepraat wordt, denk ik. Maar sommige ouders hebben een kind die bijzondere zorg nodig heeft. Een kind dat later niet zal kunnen werken en geen inkomen zal hebben. Komen ouders ook bij u met dat soort vragen en bekommernissen? Ja, toch wel. Die bekommernissen zijn er. Hè. Soms hangt het ook af van de graad van handicap van het kind. Het kan zijn dat dat kind juist een extra duwtje in de rug nodig heeft en je kan dat kind ook meer geven. Hè. Dus het beschikbaar deel is tot 50% van je nalatenschap dat je extra kan geven aan dat ene kind. Of ouders schenken bijvoorbeeld een woning waarvan ze nu al weten, dat kan nooit goed gemaakt worden bij de latere erfenis tegenover de broers en de zussen. Die zouden kunnen betrokken worden in die schenking, waarbij dat die dan dus weer zo'n erfovereenkomst, waarbij die broers en zussen dan zeggen, oké, voor ons is het goed, wij gaan nooit ons minimumdeel hierop laten spelen. Ja. Ja. Dus dat is als je bijvoorbeeld dat kind meer wil geven. Maar het kan ook andersom zijn, dat je zegt, mijn kind is zwaar gehandicapt, die kan nooit zelf een testament maken, zal nooit kinderen hebben. Ja. Dus wat er ooit toekomt bij dat kind, dat gaat eigenlijk verloren. Of dat komt dan ooit wel als die overlijdt bij zijn broers en zussen terecht, maar die betalen dan broer-zussentarief, dat is heel kostelijk. Dus hier is er een vaak gebruikte techniek, het restlegaat. Dat wordt ingebouwd in het testament. Dat je zegt, kijk, mijn kind zal erven. Maar wat er overblijft als hij overlijdt, daar bepalen wij nu al van dat naar zijn broer en zus zal gaan. En, zonder dan dat tarief dat inderdaad, dan is het alsof die broers en zussen dat rechtstreeks van die ouders ontvangen hebben en betalen dan ook het rechte lijnstarief, wat veel gunstiger is. Ja, dat is wel zeer interessant. Ja. Het vruchtgebruik dat een partner krijgt bij een huwelijk, kan je dat ontnemen? Bijvoorbeeld omdat de woning werd afbetaald door een van de partners. Het vruchtgebruik ontnemen? Nee, het is een minimaal recht dat moet toekomen aan die langstlevende. Het is alleen in het kader van een echtscheidingsprocedure. Daar kan ik verstaan dat de wens absoluut niet is. Dat er nog een vruchtgebruik speelt als een van de partners overlijdt. Dus als je dan al 6 maanden feitelijk gescheiden leeft, zou je een onterfend testament kunnen maken. Ja. Dat is de enige situatie. En wettelijk samenwonende koppels erven ook dat vruchtgebruik? Dat kan wel afgenomen worden. En dat kan ook impliciet. Dus dat is heel gevaarlijk als wettelijk samenwonende partner. Je bent misschien in de idee dat die wettelijke bescherming daar is. Maar uit een vorig leven had je misschien nog een testament lopen. Waardoor eigenlijk nooit dat wettelijk vruchtgebruik bij je partner terechtkomt. Ja. Of je hebt in een zotte bui gedacht, ik schrijf alles ten gunste aan mijn moeder. Mijn partner heeft dan dankzij de wet toch dat wettelijk vruchtgenot gebruikt. Ja, dat heeft geen uitwerking, want van zodra dat je zegt alles is voor die persoon, heeft iemand anders iets te weinig. Nu, voor mensen die niet wettelijk willen samenwonen of trouwen, is daar een testament echt nodig? Zal dat fiscaal niet nadelig zijn voor de partner? Raadt u mensen aan om wettelijk te gaan samenwonen? Voor de belastingen?
Ja, er zijn twee soorten belastingen die spelen. Mm-hmm. En dat is soms de reden waarom mensen het ontzien om te gaan wettelijk samenwonen. Successierechten, vanaf dag 1 zit je goed. Maar het inkomen wordt wel samengevoegd op de personenbelastingbrief. Of sommige voordelen die genoten worden als alleenstaande, ja, die vervallen dan vanaf die wettelijke samenwonst. Ja. Dus het is een beetje afwegen wat je wil hebben. Ja. Soms staat al een huwelijk op het programma en om die periode te overbruggen, zeggen ze, ja, laat ons dan al gaan wettelijk samenwonen, dan is dat al geregeld. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar ook feitelijke samenwoners betalen gunstige tarieven. Vanaf 1 jaar feitelijke samenwoonst al en vanaf 3 jaar samenwoonst is de gezinswoning ook vrijgesteld. Ja. Dus dat is ook een herhaling op wat daarnet gezegd is, maar het is wel nuttig om te weten. Ja. Om een testament te maken, want daar hebben we het al zo vaak over gehad, moeten mensen daarvoor naar de notaris? Best wel, maar het moet niet. waarom best wel? Je mag je testament ook zelf schrijven. Dat kost u juist uw blad en uw papier. En wat doe je daar dan mee? Je hebt dat geschreven en dan? Ja, vandaar. Dat kan mislegd worden, dat kan kwijtgeraken, dat kan bediscussieerd worden omdat een misnoegde erfgenaam zegt... Maar ja, dus dat... juridisch kan dat? Thuis een papier schrijven, ergens in de kast steken? Maar wel zelf schrijven. Ja, met de hand geschreven. Met de hand geschreven, dus niet typen. Ook voor partners, het moet uitgaan van de persoon zelf. Want dat drama hebben we al gehad. Twee partners die samen op een blad schreven, wij geven alles aan elkaar. Dat is ongeldig. Het gaat van jou uit, dus het is jouw dan document. Een testament Absoluut. Schrijven. Okay. Ja. Dus voor de bewaring kan je het komen binnenbrengen bij de notaris. Mm-hmm. Dat je zeker bent dat dat bewaard blijft. En ook de notaris kan dat testament gaan noteren in een centraal register. Ja. Dus als de erfgenamen later niet de reflex hebben van te kijken of er een testament is, dat kan komt dat, automatisch komt naar het boven, boven via dat register. Ja. Waar je het ook gaat vragen. Hè. Het is zichtbaar. Ja. Dus dat is al een voordeel, de bewaring. En de notaris zal graag even een blik werpen een beetje op advies geven de redactie van het testament. Want soms komen de zotste dingen tegen bijna, hè, breukdelen die niet kloppen enzovoort. Mm-hmm. Dus mensen die meer gaan uitdelen dan wat er eigenlijk te verdelen is. Dan een vraag van mensen met plannen. Hè. Sommige koppels willen naar het buitenland verhuizen, van hun pensioen gaan genieten in de zon. Wat raad je hen aan? Moeten zij hun huwelijkscontract herbekijken? Net zoals dat we hier graag de raad geven van ga naar de notaris en laat nog eens een check-up doen, zou je dat dan in het buitenland best nog eens overdoen. Want het is niet omdat je hier gehuwd bent dat het daar allemaal erkend wordt. Hetzelfde met een wettelijke samenwoning. Niet elk land erkent die samenlevingsvorm. Ja. Ook bepaalde clausules die voorzien zijn in ons recht of in onze huwelijkscontracten hebben daar geen uitwerking omdat het daar niet past binnen dat recht. Dus daar zou ik echt wel naar de plaatselijke notaris stappen. Want uw nieuwe verblijfplaats bepaalt dan welk recht op u van toepassing zal zijn. Hè? Ook het erfenisrecht. Hè? Ja, best gaan informeren. Ja. Iemand stelt een vraag over de zorgvolmacht. Kan je daar zaken in regelen om elkaar te beschermen op financieel vlak? Die zorgvolmacht, misschien is het bij een eerdere sessie al aan bod gekomen. Zorgvolmacht is eigenlijk een instrument om te gaan bepalen wie uw vermogen gaat beheren op het moment dat je dat zelf niet meer kan. Dus het heeft hoegenaamd niks te maken met uw overlijden, maar ja, de fase dat je in coma bent of aan het dementeren bent, wat dan? En dat is dikwijls een zorg ook van de omgeving uit. Hè, van neem schikkingen op voorhand of we zijn geblokkeerd. Dan kan zelfs de woning niet verkocht worden. Hè. Ja. Die horrorscenario's hebben zich altijd voorgedaan. Dus wat voorzag de wet over iemand die onbekwaam is, wordt er door de vrederechter een bewindvoerder aangeduid. Maar dat is een heel log systeem. Mm-hmm. Dus als je dat liever zelf een beetje op voorhand organiseert, kan dat eigenlijk veel gemakkelijker verlopen. Dus op het moment dat je wel nog bekwaam bent, ga je in zo'n zorgvolmacht aanduiden, die persoon mag voor mij het beheer verder waarnemen en kan zelfs verder gaan dan het beheer, ik kan er ook over beschikken, de woning mag verkocht worden enzovoort. Ja. En dan vind ik het ook wel altijd belangrijk dat die, vooraleer zo'n zorgvolmacht gemaakt wordt, dat gesprek op gezinsniveau wordt aangekaart. Dat iedereen weet waar hij aan toe is, want dat geeft toch, het verwacht ook een heel groot vertrouwen van degene die het moet uitvoeren ook. Niet iedereen wil dat zomaar doen. Ja, zeker.
Een laatste vraag, want dan gaan we meteen afronden. De ondernemers, die bouwen een vermogen op. De andere partner blijft misschien thuis om voor de kinderen te zorgen. Of heeft een ander inkomen. Wat regelen zij best? Ja, dat is natuurlijk dubbel, want ondernemers hebben vaak ook schuldeisers. Mm-hmm. Dus is ja. Misschien, het werkt in twee richtingen. Voilà, ja. Tijdens het ondernemen zich zo organiseren dat, de activiteiten worden ondergebracht in een vennootschap. Ja. En dan zit het risico ook daar afgeleid. Maar natuurlijk, de aandelen van uw vennootschap die vertegenwoordigen wel een waarde, een kapitaalwaarde. En daar kunnen dan... kan mee in de weegschaal genomen worden om die partner toch een bescherming te geven. Of kinderen die ondertussen mee in die zaak gestapt zijn. Dat is eigenlijk een vrij complex gegeven. Maar ook daar zijn mogelijkheden genoeg om te beschermen wie daaraan toe is. Ja. Hartelijk dank, notaris Goede van de Kerkhoven, om klaarheid te scheppen in al deze netelige kwesties. We hebben er heel wat van opgestoken. Ja, de conclusie kan eigenlijk zijn, er zijn verschillende samenlevingsvormen, maar het is moeilijk om te zeggen dat de ene nu beter is dan de andere. Eigenlijk hangt het allemaal af van je eigen situatie. En het is gewoon heel belangrijk om een bewuste keuze te maken, je goed te informeren, stap naar de notaris, vraag informatie, zodat je op de hoogte bent van alle regels, alle verschillen tussen die verschillende vormen. En zo kan je ook jezelf en je gezin beschermen voor het geval het mis zou gaan. Je weet maar nooit. Heel hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot later.